De ingebruikname van tramlijn 5 is reden tot feesten. Het is dan ook al 60 jaar geleden dat Antwerpen nog eens een nieuwe tramlijn kreeg. Minister Van Bremt is bestuurder van dienst. Bij het Wim Sarensplein wachten heel wat inwoners van Deurne haar op. Dankzij tram 5 zijn zij voortaan sneller in het stadscentrum. Vanaf 4 maart 2006 start u hier op 15 minuten van Antwerpen Centrum. Ja, wij gaan regelmatig naar de stad en ik denk dat dat 10 minuten vroeger gaat zijn voor ons. Dus minder drukte, minder verkeer. Tramlijn 5 is 10 kilometer lang. In de buurt van het Sportpaleis gaat zij ondergronds een tot nu toe onbenutte pre-metro-koker in. Die ligt hier al sinds de jaren 70. We gebruiken ook een stuk metrolijn die ongebruikt lag onder het Eekhovenlijn. Dat is ook iets wat in Antwerpen gevoelig ligt, ongebruikte metrotunnels. Dus dat is ook een vooruitgang, denk ik. Tram 5 is goed nieuws voor wie naar het Sportpaleis moet. De reeds bestaande lijn 3 is vaak erg druk en wordt nu dus ontlast. Maar eigenlijk mogen alle Antwerpenaars tevreden zijn. Je krijgt bij wijze van spreken op drukke momenten om de anderhalve minuut een tram. Ja, daar moet je zelf niet meer voor op de dienstrekening krijgen. Je stapt gewoon bijna automatisch de tram op. Antwerpen heeft nu 11 tramlijnen en daar komen er in de komende jaren nog bij.